nooit pipi in de zee. Gewoon omdat ik vind het heel vies, want er zwemmen ook nog andere kinderen in de zee. Soms doe ik het wel als ik heel dringend moet. Doe eigenlijk gewoon, ja, pipi. Maar soms vind ik dat wel vies, omdat sommige mensen zwemmen daar dan nog door. Pipi heeft niet zoveel invloed op het water of op de planten en dieren in de zee. Onze pipi bestaat voor zo'n 95% uit water. De andere 5% zijn afvalstoffen uit ons lichaam. Maar die zijn niet giftig. Ik denk dat dat oké is, omdat de zee heel groot is. Ik denk echt niet dat de vissen daar last van hebben. Dus ik moet dan dringend en er is dan nergens een wc. En dan, ja, dan moet ik heel, heel dringend en dat moet ik wel in de zee doen. Maar wat vind jij ervan dat iemand naast jou in de zee misschien wel net een plasje gedaan heeft? Iedereen moet wel eens naar een plasje doen of een grote boodschap, dus dat is wel normaal voor mij. Ik vind het eigenlijk ook wel vies, maar ik doe het eerlijk gezegd ook zelf, dus eigenlijk mogen ze dat wel ook doen. Ik vind wel dat iedereen gewoon naar het toilet moet gaan en in de zee moet plassen. Bij ons zijn er geen regels over plassen in de zee, zolang je het stiekem doet. Want plassen in het openbaar, dat mag nergens. Pipi doen in de zee is voor mij helemaal oké. Hey, super tof dat je deze video al bekeken hebt. Als je hem leuk vond, geef hem dan zeker een like. En wil je nu nog meer zien? Check het dan gewoon hier.